Goedendag, Ik kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Er ontstonden vandaag een paar stapelwolken, maar die leverden nergens buien op. Het leuke aan de stapelwolken was wel dat ze echt door zeer lokale fenomenen ontstonden. Hier pal langs de kust zie je een rijtje met stapelwolken. Die ontstonden door wind van zee. En als je dan boven het binnenland kijkt, dan valt de Utrechtse heuvelrug op samen met de Veduwe. Die ontstonden juist omdat die heuvels wat hoger liggen. Daardoor konden de wolken makkelijker ontstaan. En dan hebben we hier een heel groot gebied. En dat was een normale confectie, zullen we maar zeggen. Dus drie, drie verschillende redenen waardoor de stapelwolken ontstonden. Ze groeiden nergens uit tot een bui. Ons weer wordt gedomineerd door een hoge drukgebied. Dat lag vanochtend ten zuiden van ons, maar verplaatst zich richting Denemarken. De kern komt boven het zuiden van Scandinavië te liggen. En daardoor draait bij ons de wind naar het oosten. Dat begint vannacht al, daardoor hebben we ook morgen overdag de aanvoer van een zachte lucht vanuit het oosten tot zuidoosten. En dat houden we vrijdag en in het weekend nog even vol. En vanuit die hoek komt er warme lucht op ons af. Dat heeft u allemaal meegekregen. Temperaturen gaan daardoor lekker omhoog. Vanavond de opstekende oostenwind, maar de kracht die is heel rustig 1 tot 3 bal voor. De stapelwolken lossen op, dus we krijgen nog een paar uren met flink wat zonneschijn. En halverwege de avond is het een graad of 13. Komende nacht verwacht ik geen nachtvorst meer, heel misschien aan de grond nog iets onder nul, daar kunnen de plantjes wel tegen. Verder minimaal op neushoogte rond de 4 graden en blijft helder. En dan morgen overdag, hemelvaartsdag, bevrijdingsdag, het wordt een perfecte dag, denk ik voor de meeste mensen. Vol op zonneschijn, zowel in de ochtend, middag als avond. En als er al bewolking is, dan zijn dat hoge sluierwolken waar de zon meestal goed doorheen komt. De dikste sluiwolken verwachten we in het noordwesten. Maar ook daar denk ik dat de zon gewoon de overhand heeft. Op de westelijke Waddeneilanden en in de kop van Noord-Holland wel de laagste temperaturen, maar ook daar zal het met 17 graden gewoon prima zijn. En richting het zuidoosten komt het kwik dan steeds hoger met de hoogste temperatuur in het Maasdal daar kan het een graad of 20 worden. Prima weer dus wel zonkracht 5. Dat betekent dat je binnen een half uur kan verbranden. En kijken we dan richting het weekend, ja, dan wordt het eigenlijk alleen maar beter. Vrijdag weer een mengeling van sluierwolken en zon. 22 tot 24 graden. En zaterdag en zondag moet het dan plaatselijk 25 graden kunnen worden. De zomerse grens die we dan gaan halen, en dat al in de eerste helft van mei mogen we niet overklagen. Prima weer dus de komende dagen, wel met een wat aantrekkende oostenwind. In het weekend is die windkracht 4 uit het oosten. Dan is die wel duidelijk aanwezig. En hoe lang houden we dit weer dan nog? Nou ja, je ziet het. Het kwik gaat omhoog en blijft daarna een lange tijd op uh, hetzelfde niveau zitten. En dat is dus zo rond de 25 graden. Vanaf woensdag neemt voorzichtig de kans op een bui toe. En daarna lijkt de temperatuur weer iets te dalen. Maar uh, dat hele kille weer van Koningsdag, dat krijgen we voorlopig en hopelijk helemaal niet meer terug. Wens iedereen heel veel plezier morgen op Bevrijdingsdag. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.